Dit is Me and Skip at Work, een programma dat Wurkje van Friesland in beeld brengt. Met Wurkje van Friesland doet de provincie een extra investering van in totaal 300 miljoen euro in de Me and Skip. Hiermee wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven. En op de lange termijn gaat het om economische structuurversterking. De Me and Skip at Work. Hey man. Yo. Vandaag zijn we te gast bij Hogeschool van Hal Larenstein in Leeuwarden. We willen hier wat meer te weten komen over de Dutch Dairy Chain. Het is een zuivelketen waar de komende jaren volop in geïnvesteerd wordt. En deze hogeschool die speelt daar een hele grote rol in. Ja. Hogeschool VHL heeft van de provincie geld gekregen om studenten op te leiden voor werk in de zuivelsector. En dat is waar voor Friesland heel veel kansen liggen. Zullen we maar even terug naar Zolder? We gaan erheen. Ja. Op 1 april 2015 is het melkquotum opgeheven. In Europa zorgt dit voor een sterke groei van de zuivelsector. Door onder andere de komst van zuivelfabrieken Ewer en Fonterra in Heerenveen en de flinke uitbreiding van de Friesland Campina-fabriek in Leeuwarden ontstaan er steeds meer banen in de zuivelsector. Daar zijn ook opleidingen voor nodig. Onder andere Hogeschool van Hal Larenstein kan met het plan Dutch Dairy Chain hiervoor zorgen. Han, wat gebeurt hier precies? Wij zetten hier in Friesland het zuivelonderwijs op kaart. Dat doen wij met bedrijfsleven, met studenten, met docenten. Om te zorgen dat wij voor de hele wereld mensen kunnen opleiden die zich specialiseren in zuiveltechnologie. En waarom is het zo belangrijk dat de opleidingen hier zijn gekomen? Het is heel belangrijk dat die opleidingen hier zijn gekomen, omdat wij in de wereld zien dat zuivel een steeds groter afzetmarkt krijgt. Niet alleen Azië, maar ook Midden-Oosten en ook Afrika. Daar zien we heel veel economische groei. En bij economische groei hoort ook welvaartsstijging. En door die melkvaartstijging zijn er steeds meer mensen die melk gaan drinken. Dus dat betekent dat er eigenlijk meer melk moet worden geproduceerd en ook meer melk moet worden verwerkt. En levert dat ook meer werkgelegenheid op voor de jonge studenten? Ja, dat zeker. En niet alleen hier in Friesland zien we al die ontwikkeling met een aantal zuivelverwerkingsbedrijven. Maar ook over de hele wereld zien we groei van het aantal zuivelverwerkende industrieën. En daarvoor leiden wij mensen nu op. En waarom is het belangrijk dat de provincie hier aan heeft bijgedragen? Het is heel belangrijk dat de provincie hier aan heeft bijgedragen vanwege het risicobeperking. Niet alleen financieel, maar ook door te zorgen dat het beleid en ook de enthousiasme bedrijven er kwam. Dus gezamenlijk promoten wij zuivelonderwijs en onderzoek. En dat doen we samen met de provincie richting bedrijfsleven, zodat we iedereen enthousiast krijgen hier in Friesland en ook in Nederland dat zuivelonderwijs in Friesland gaat plaatsvinden. Nou, Karim, zullen we even kijken of we bij de handen hier even uit de mouw kunnen steken? Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we helpen? Ja, wij wouden wel eventjes kijken. Stefan. Hallo. Van de Schaar. Hoi. Karim. Ja, spullen. Wij wouden wel even kijken of wij misschien ergens mee kunnen helpen. Ja, dat kan wel. Oké. We gaan even een beetje slagroom maken, maar daarvoor moeten jullie eerst wel even een jasje aan. Oké. En even de handen wassen. Nou, doen we. Ja? Oké. Slagroom. Lekker man. Hier. Hoppa. Ik denk niet dat dat gaat passen. Dat gaat niet passen, ja. Heb je een grotere schaal? Nee, is goed zo. Okay. We gebruiken dit eerst even om de kleurstof in op te lossen. Oké. Okay. We gaan een beetje paarse slagroom proberen te maken. Paarse slagroom. Voor dezelfde kleur als jullie pak. Toch? Ja, dat is helemaal goed. Dat lijkt me wel wat. Dan gaan we dat straks opkloppen in de mix, hè. Oké. Okay. Nou, heeft dat ook een smaakje, dat paars? Of? Nee, het is gewoon puur kleurstof. Het is gewoon puur kleurstof. Okay. Jasper, waarom heb jij ervoor gekozen om deze opleiding te volgen? Ik wist nooit wat ik moest doen voor studie. En ik kom zelf uit Bolsward en daar zat vroeger dan de zuivelsquallen. De oude zuivels kwamen daar vandaan. Dat is de oude zuiveltechnologie die voor die tijd, voordat de school hierheen ging, zat het in Bolsward. Mm. En mijn moeder kende toevallig nou wat oude zuivels en die waren wel een beetje goed terechtgekomen. En de trend was zuivel is heel,
heel vooruitstrevend. Dus ik denk, nou, ik moet toch ergens beginnen, laat ik hier maar beginnen. Ja. En ik zit nu zo langzamerhand in mijn derde jaar. En ja, het is leuk en dan blijf je hangen en er komen dingen omheen. En uiteindelijk gaat het nu heel goed. Ja. Hoe ziet jouw opleidingstraject eruit? In je eerste jaar heb je gewoon alle modules een beetje. Je maakt brood, worst, yoghurt en daarbij heb je dan theoretische en praktijklessen. Voor een deel is dat 50-50. In je tweede jaar ben ik een half jaar op stage geweest. In mijn derde jaar moet ik dan een major kiezen. Dus voor mij dan process engineering en daarbij de dairy chain. Dus de zuivelmodule. En in de zuivelmodule hebben we dan les van mensen die echt uit het bedrijfsleven komen. Die heel veel kennis daarvan hebben. Waarmee we ook bij bedrijven langs gaan. Die mensen uitnodigen. Die iets over het werkveld vertellen. Dus dat is heel leuk wat ernaast zit. Ja. En ik doe een beetje bioreactoren en reactorkunde. Dus dat is iets meer chemisch. Ja. En dan straks heb ik nog een jaar stage. Karim, wat heeft de provincie hier precies in betekend? Nou, de provincie heeft 1,3 miljoen vrijgemaakt voor de zuivelsector. En dat is bedoeld om studenten hier van Hogeschool VHL op te leiden, onder andere. Daarnaast is het ook bedoeld voor de nieuwe fabrieken, zuivelfabrieken en de bestaande zuivelfabrieken. Oké, en waarom is dat gedaan? Nou, de Dutch Dairy Chain, waar dit project onder valt, is een van de voorbeeldprojecten van de provincie. Dat komt omdat bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek heel goed met elkaar worden afgestemd. Ja, en dat creëert uiteindelijk meer werkgelegenheid in de toekomst. En dat is wat de provincie graag wil. Het is een behoorlijk bedrag natuurlijk wat de provincie vrij heeft gemaakt. Hoe wordt het besteed? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het wordt in ieder geval ingezet voor het opzetten van nieuwe opleidingen in de zuiveltechnologie. Mm. En dat is voor zowel mbo als hbo. En daarnaast wordt het ook gebruikt voor het aantrekken van lectoren. Mm-hmm. En de werving en opleiding van docenten in de moderne zuivelverwerking. Hey, bedankt. Tot ziens. Hoi. Zo te zien is het goed terecht gekomen. Ja, wij weten hier wel hoe we paarse slagroom moeten maken. Ja. Tot de volgende keer.